Hoofdstuk 3. Democratie. Hoe werkt dat? Democratie. In een democratie mag je stemmen op de regering. Dus je hebt invloed op wie het land besturen. Na de verkiezingen proberen verschillende politieke partijen samen te werken om een regering te vormen. Zij vormen dan het dagelijks bestuur van een land. In een democratie heeft ook iedereen kiesrecht. Je hebt twee soorten kiesrecht. Actief kiesrecht betekent dat je zelf mag gaan kiezen, dus zelf een stem uit gaan brengen. En passief kiesrecht betekent dat je gekozen mag worden. Je mag jezelf dus ook verkiesbaar stellen. Een parlementaire democratie. Een parlementaire democratie begint altijd bij verkiezingen. Die zijn vrij en geheim. Je mag dus zelf weten op wie je stemt. En het blijft ook een geheim op wie je stemt, tenzij je dat zelf mededeelt. Door die verkiezingen dragen wij macht en bevoegdheden over naar politieke organen, zoals de Tweede Kamer en de gemeenteraad. Die vormen dan weer een dagelijks bestuur dat steeds wordt gecontroleerd door dat parlement. Als wij het niet eens zijn met hoe het parlement gaat, kunnen we bij de volgende verkiezingen een ander parlement kiezen. De scheiding van machten. Hoe zat het ook alweer? We hebben drie machten. De wetgevende macht, de uitvoerende macht en de rechterlijke macht. Samen noem je deze drie machten de trias politica. De wetgevende macht bestaat uit de regering en de staten-generaal. De uitvoerende macht bestaat uit de regering en de ambtenaren. En de rechterlijke macht is onafhankelijk. Je kunt dus bij de rechter tegen een besluit ingaan van de regering en de Staten-Generaal. De rechter beslist dan of zo'n besluit terecht is geweest, ja of nee.